De gemeente Westland wil van zoveel mogelijk burgers weten wat hun visie op de Westlandse feestweken is. Daarom is er een enquête op internet gezet onder het motto: feesten doen we met z'n allen, regels maken ook. De enquête is bedoeld voor alle inwoners, jong en oud, organisatoren en ondernemers. Wat moet blijven? Wat kan anders? Wij stelden inwoners, jong en oud, 3 vragen uit de enquête. Moeten de evenementen met name gericht zijn op de Westlandse bevolking? Ja, ik vind van wel. Ja. Nou, in mijn principe wel, ja. In mijn beleving zeg ik ja. Eigenlijk wel, ja. Want ik vind gewoon dat gewoon de Westlanders hierop moeten komen en eigenlijk niet de buitenstaanders. Want het is echt vooral een feest voor de Westlanders. Er komen steeds meer bezoekers op de feestweek af. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, wel oké. Okay. Als je geen overlast... Als je niet veel overlast hebt, dan is het wel prima. Ja. Ja, ik vind eigenlijk hetzelfde. Als er niet te veel overlast is en zo, dan is het gewoon, ja, vind ik het goed. Wel leuk ook. Het moet wel in beperkte mate zijn. Dat het niet uit de hand loopt natuurlijk. Hè. De veiligheid gegarandeerd is. Dat de bezoekers komen wel, ja, maar zodra er eigenlijk rumoerigheid komt en gevechten en zo, dat hoeft voor mij eigenlijk allemaal weer niet. Het komt eigenlijk meer van de buitenstaanders af dan van ons. En moeten de feesten in het centrum blijven? Ja, ik vind eigenlijk ook weer hetzelfde. Het is gewoon in het centra lopen er ook gewoon de meeste mensen rond. En in de straten gewoon weer wat minder. Ook wel veel mensen, maar ook weer minder aantrekkingskracht, zeg maar dan. Ja, dat hoort erbij, vind ik. Ja. Buitenaf wordt het niks. Is Schavenzander wel, en Naaldwijk wel. En de rest, ja, het zou mij een worst schelen eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet. Alleen hier. De enquête is te vinden via deze site.